Beste mensen, mijn naam is John van der Rijt en ik heet je van harte welkom bij aflevering 144.1. Jawel, deze week weer twee afleveringen Rijtkick op de Week. We hebben het weer stervensdruk gehad en te veel mooie dingen meegemaakt om niet te delen met jullie. Dus we gaan nu beginnen met aflevering 144.1. Morgen, zondag, komt aflevering 144.2. We zijn een Lamborghini Huracan performant op deze halen in Duitsland. We hebben een auto geleverd als cadeau aan de moeder van Don. Is echt fantastisch mooi ontvangen. Ja, die nieuw binnengekomen 2020 Cayenne S met maar 4000 kilometer. Hebben we compleet gereiteriseerd, 2 in wielen gemonteerd. De onderste delen vanaf hier is alles structuurvrij gemaakt en in de kleur gezet. Compleet showroom klaargemaakt. Niemand minder dan Sam Meijer is bij ons geweest om de bedrijfsfilm te maken. We zijn dus met een paar dikke auto's op pad geweest. En uiteraard weer fantastisch mooie reparaties en uitdagingen in de werkplaats. Ik zou zeggen, kijk en geniet van aflevering 144.1. BMW F10 met een klokgeest. Die is behoorlijk ziek. Compressie gemeten. Hier bijvoorbeeld, die is 16 bar. En deze, wat is misgaat, heeft een bar of 11. Dus ja, dat wordt een flinke operatie. BMW X6M, vorige week binnengekomen. Die had de voorbumper rechts voor een beschadiging zitten. Dus we hebben de voorbumper gedemonteerd. En die gaan we even wegbrengen. En dan komt er weer een vers gespoten voorbumper op. Hier aan deze kant had hij een beschadiging op de hoek zitten. Hier zo is hij beschadigd. Dus die hebben we in de kikker de weekbus liggen. En die gaan we even wegbrengen. We beginnen zo meteen aan de Golf 7 GTI uit België. Deze Golf GTD zet een Dynamic Plus. De klant komt helemaal uit Amsterdam om hier een Dynamic Plus uit te voeren. Een mooie Golf GTD. Zit net in de glascoating, vertelde hij net. En hier een GTI voor groot onderhoud uit België. We zijn nu de bezies aan het vervangen. Een hele dikke 2021 545 e-drive. Op de brug voor het plaatsen van een iBak verlagingsset. Wat een fantastisch mooie kleur op die auto. Heel erg dik. Het nieuwe type, dus met die facelift achterkant. Ziet er erg mooi uit. Interieur is ook enorm veel aandacht aan besteed. Die dikke schermen origineel erin. Dashboard volledig in leder. Dat is wel een prachtige verschijning hoor. Echt heel mooi. We zijn nu dus, we hebben hier het een en ander open liggen. Hier zitten dus die schotels gemonteerd van de schokdempers, dus dat moet compleet los, heel die hoedenplank moet eruit. De achterbank, het zitgedeelte is eruit. Hier ligt de schokdemper linksachter op de grond. Er zit een stukje elektronica aan deze demper. Dus die worden natuurlijk elektronisch aangesloten en dan kun je in de auto de hardheid van de schokdemper aanpassen. In de verschillende rijstanden. Voor even wat leuke aanpassingen zit natuurlijk het klepje voor de stekker. En performance remmerij. BMW laser koplampen. Ook weer van het nieuwe type. Ja, prachtige machine. De brandstofmotor levert 286 pk. En de elektromotor 75 pk. Dus al met al een gezamenlijk vermogen. Waar je best u tegen mag zeggen. Erg mooi.
We gaan hem zo meteen verlagen. Of we zijn hem aan het verlagen. En dan zo meteen het resultaat. Er liggen trouwens ook een paar hele mooie wielen onder. Liggen die hier nog? Kijk. Alleen ietsje dichter bij moeder aarde, dan is hij compleet af. Hier ligt een complete nieuwe set klaar van Aibach. Deze worden gemonteerd en dan zometeen het resultaat. Olie van de transmissie die gaat eraf. Motorolie. Hier zit filter nog, je moet hem even losdraaien. Nieuwe week, maandagochtend. We gaan de BMW 320i Touring afleveren aan de nieuwe eigenaar. Bouwjaar 2018, volledig M-Sport uitgevoerd. De klant heeft gekozen voor de originele wielen. Dat is hem. En vergeet niet te abonneren. Hè. Duimpje omhoog. Even abonneren. We gaan al richting de 50k abonnees. Erg leuk. In de ral op deze auto wordt deze BMW 318i Touring van 2009 even op mijn hoofd. Met panoramadak, xenon, leder. 129 gelopen. Maar we gaan eerst even zorgen dat deze afgeleverd wordt. Koopman arriveert weer met auto's van 100% Autolife. We gaan ze uitladen. Dan komen ze weer tevoorschijn. En natuurlijk de RS4 weer thuis in Uden. We zijn de Vela aan het fotograferen. Staat nu online in een mooie configuratie. De blackpack, dus alle aanbouwdelen, grill. Bumperdelen, die sideskirts, die vintage op de motorkap, die sideskuttels, dakreling, alles in het glanzwart, affabriek. Deze hebben we dus ook voorzien van die 23-inch hokkenvelgen. Verder heeft hij adaptief cruise control, volledig leer, panoramadak, air dynamic pakket, luchtvering. Ja, het zit er bijna allemaal wel op. Een hele mooie complete auto. Mercedes B-klasse van een collega autobedrijf. Moeten wij walnut blasten. Dit is het vooraanzicht. BMW 545 2021. Voorzien van Aibach verlagingsset. En spacers tussen de wielen, voor en achter. Een hele mooie verschijning. Staat wel lekker dik op zijn wielen. We zijn terug bij de Mercedes B-klasse. En we gaan weer een mooie voor en na laten zien. Een beetje lastig bij deze motor, die legt er dus andersom in. Dus het inlaat spruit ik aan de achterkant. Hier gaan we, Luc met het lampje in de motor. En dan zie je dat hier alles mooi strak schoon is gestraald. En dan gaan we één deur naar rechts. En dan kun je zien hoe vervuild deze motor was. En zo zagen dus alle vier de inlaten eruit. En zo wordt het wereld van verschil. Mooie witte Audi S4. Deze staat hier voor een rembooster service. De olie service. En de luchtfilterwissel. Geen overbodige luxe. Ik zal zo meteen even het filter laten zien. Dit is het filter wat eruit kwam. En de luchtfilterbak mag ook wel een keer mooi gereinigd worden. Trouwe kijkers van Rijdkick op de Week.
helemaal uit Groningen. Ik kwam even langs, waar in de buurt. Leuk. Ook leuk. Volvo S60. Mogen we de distributieriem vervangen. Die moest om de 10 jaar van de 80.000 kilometer en daar was hij nou aan. Er zit ook wel een aantal droogte scheurtjes in. Hij heeft laatst bij ons een groot onderhoud gehad. Dan gaan we dit nog even regelen en dan is hij klaar. En hier staat hij klaar. Een grote verrassing. Ik zal even uitleggen wat we gaan doen. Ja, wat gaan we doen? We hebben een auto gekocht, Don en ik samen, voor de moeder van Don. En die gaan we zo meteen overhandigen. Alleen, zij is hier met een smoesje naartoe gehaald. Ze komen alleen maar even op de koffie en ze gaan volgens mij karten in Uden. Dat is de smoes die Don heeft verzonnen. Ik heb hier een klant staan, tussen haakjes, met twee kindjes. En daar gaan wij dus die auto aan leveren. En als de moeder van Don binnenkomt, dan komt hij dus binnen hier in de veronderstelling dat ze een bakje koffie gaan drinken. En dat ze midden in een levering binnenkomen lopen. We laten de auto zakken. De persoon die ik heb ingeschakeld, zo moet ik het zeggen, die doet net of die auto voor haar wordt geleverd. En als hij dan beneden is, rijken we vanaf en dan ga ik de sleutels brengen naar de moeder van Don als verrassing. Dus die neemt zo meteen een nieuwe auto in de ontvangst. En die heeft nu, als het goed is, helemaal niks in de gaten. De vader is wel op de hoogte. De vader van Don is wel op de hoogte. Alleen, kijk, ik ben benieuwd. Een hele mooie verrassing voor de moeder van Don. De witte Audi S4, de V6 Turbo, staat weer klaar om meegenomen te worden. De klant heeft ze te werk in de showroom en kan zijn weg weer vervolgen. Hou je deze wel heel? Ik rijd nooit schade. Weet je het zeker?
Ik heb bijna nog. Oké, dat is daarom ook. En anders heb John weer een goede krant te maken. Nee, maar van de leg, joh. Dit is van Kieris Engine. Die wil ik kijken, instappen en dan aanzetten. Startknop zit. Geef maar eerst maar kopje koffie, dan gaan we zo. Dan gaan we zo op ons gemak kijken. Jeetje. En jij stond net echt, ik weet natuurlijk dat jij hier altijd ook staat. Ja. En één seconde dacht ik, nou wat sta je nou mij toch zo? Een vrouw met die twee kinderen die lopen, dacht ik, dan zei jij zat met mijn telefoon in de bek, zei ik, waarom filmt hij naar mij? Ja. Oh jeetje. Nou, dat vind ik top. Onze witte Velar D300 AirDynamic, compleet showroom klaar, wachtend op de nieuwe eigenaar. Wat super leuk om dit samen met Don te doen. Manon is zo verschrikkelijk blij. Tranen in de ogen. Fantastisch. Ja, ze laten niet uitvallen, hoor. Nee, voor de eerste keer is het goed, hè? Ja, hè? Weer een drukte van Joalste, de Renault Clio geleverd. De rust is wedergekeerd. Iedereen is weer naar huis. We hebben alleen het personeel nog over, dus weer lekker rustig. Ik ben begonnen met het fotograferen van de Range Rover Velar. Ook deze is van 2018. 41.000 kilometer gelopen. AirDynamic pakket, blackpack. En zo met die witte kleur, ja, daar komen al die zwarte accenten extra goed. Tot zijn recht, we hebben weer 23 inch hokkenwielen gemonteerd. Dit is nummer 3. We hebben dus 3 varianten gekozen. Auto is voorzien van panoramadak. De binnenkant, zwarte hemelbekleding. Zwart interieur met geperforeerd leer. Soundsysteem van Range Rover. Virtuele cockpit. Alles mooi met hoogland zwart afgewerkt, alles touchscreen. Ook weer een hele mooie uitvoering. Achterin, achterbank, elektrisch bestelbaar. Mooie auto, staat nu online. We gaan beginnen aan de nieuw binnengekomen SQ7 met keramische remmen. En Luc is de vers gespoten bumper van de Porsche Cayenne aan het monteren. Kijk joh. De delen van de Porsche Cayenne uit 2020 zijn weer terug. We hebben dus dit laten strak maken en in de kleur laten spuiten. Dit was kunststof met een structuur erin. Dit in de dito. Deze randjes, wat ik al in een eerder filmpje verteld heb, die waren gewoon kunststof zwart. Dus die hebben mooie glanszwart gespoten. Dadelijk vanaf de bovenkant ziet het daar zo uit. En dan komen die mooie pijpjes hier tussendoor. Die ziet er ook wel gelikt uit. We hebben natuurlijk ook die parkeersensoren moeten laten spuiten. Die waren gewoon ook in de kleur van de plastic onderkap. Dit gedeelte hebben we zwart gelaten. Dat vond ik dan mooier kijken dan dat je dit weer in de carrosseriekleur spuit. Dit is de achterbumper. En zometeen gaan we de voorbumper erop bouwen. De zijkap heb ik hier liggen. Dit zijn de onderste zijkappen van de deuren. Ook deze waren structuurzwart. En nu mooi in de carrosseriekleur gespoten en helemaal glad gemaakt. Dus dat wordt eigenlijk een totaal andere auto. We hebben 22 inch licht metaal besteld. Nou, jullie hebben gezien hoe dit hier binnenkwam. En ik hoop in deze aflevering nog te kunnen laten zien wat het resultaat is geworden. Ook de spattersverbreders. Die waren in de kleur van de auto, alleen het onderste stukje.
was weer structuur zwart. Dus ook het onderste hebben laten spuiten en de structuur eruit laten halen. Geldt natuurlijk voor alle vier de spanwerkverbreders. Audi service voor deze 530 diesel Touring E61. Eli is deze mooie SQ7 aan het aaien. En onze Bram is onze eigen 108 een beurtje aan het geven. Is nou het interieurfilter aan het vervangen. BMW dag vandaag. BMW E61 530 diesel. De Touring. Stukje onderhoud en een paar hele gevaarlijke banden. Compleet open gescheurd. Komt natuurlijk heel veel druk bij zo'n BMW door de stands van die wielen. Maar dat is wel echt extreem. We zien het vaker bij BMW. Kijk, dit is allemaal netjes. Maar hier is hij gescheurd. Best heftig. Zo te zien is hij ook geraakt. Dus dat kan er zeker mee te maken hebben. Dat ze die wang eerst een beetje kapot hebben gereden. Maar hier, eens kijken. Ja, en ik kan eigenlijk niet veel zeggen over het merk. Nog nooit van gehoord. Maar ja, goed, het kan met een duurdere band ook wel gebeuren aan de binnenkant. Maar als ik dan zie wat hier allemaal gebeurt. Nou, dit is ook weer zo'n lekker goedkoop merk. Eco Blue. En het merk is dan, wat staat hier? Superia. Nou, als je hier ook al ziet wat die wang heeft gedaan hier. Een hele bult erop. Ietsje verder gaat hij weer een andere lijn volgen. Dat is heel die wang die, ja, oké, hij wordt hier en daar wel wat geraakt. Dat is natuurlijk ook niet opperbest voor een bandje. Maar als je dan kijkt hoe die band op die velg ligt. Hier is heeft helemaal een verdikking. Dat is gewoon wachten dat hij open scheurt. Ja. Om dat vies is gewoon om een merkband erop te leggen. En geen bandje van een paar tientjes. Dus de verkeerde besparing. Het gaat toch om je eigen veiligheid. En als je hier 200 mee rijdt of 120, of, het maakt niet uit. Je mag natuurlijk nergens. Maar stel je bent in Duitsland. Als krijg ik daar ook wel commentaar, want je mag in 200, dat weet ik ook wel. Maar stel je rijdt in Duitsland waar het wel mag. Levensgevaarlijk dit, levensgevaarlijk. Le Mans blauwe BMW M3. Een bekende staat hier nu voor groot onderhoud. En een APK. Hebben we destijds een IJzerman uitlaatsysteem onder gemonteerd. Klinkt fantastisch. De klant heeft nu de 335. Die S3 blauwe pas bij ons gekocht. Om deze een beetje in de kilometers te sparen. Hij wil hem toch wel voor lange tijd houden. We zijn nu de Audi service aan het uitvoeren. En wat een verschil met de Porsche Cayenne S. Bumpers zijn mooi volledig in de kleur. Die accenten rond die uitlaatpijpjes, die RVS eindstukken. We zijn de naaf aan het spuiten. Zometeen de kappen zijn al gemonteerd. Zometeen de wielkastverbreders staan erop. En dan toevallig zojuist ook de 22 inch wielen binnengekomen aan de banden. Dus zeker wel in deze aflevering nog het resultaat. Eli is bezig met die ingeruilde Audi SQ7. Iets in de 60.000 kilometer gelopen. SQ7 met keramische remmerij. En ja, verder ja, zo goed als het hele lijstje aangevinkt. Diamond stitching. Zwarte hemel, panoramadak. De banden voor de Porsche Cayenne 285, 35, 22 van Henkoek. En dit zijn de velgen die het zijn geworden. 22 inch. Zo meteen het resultaat. Seat Leon. 1.8 TVSI FR. Heeft een storing op het inhoudspruitstuk. Zit een sensor in. Dat is deze. Die meet precies hoe de stand van de kleppen in het spruitstuk staan. En die sensor geeft storing. Dus die, die geeft de verkeerde waardes door. Gaan we nu een nieuwe sensor in monteren. En dan zou het probleem opgelost moeten zijn. Weer een stukje verder met... Dankjewel Bram. Weer een stukje verder met de Porsche Cayenne. Alle delen zijn weer gemonteerd die we gespoten hebben. Dus onderste stukjes van de spanwerkverbreders, die kap op de deur, de voor-onderbumper, de achterbumper,
En we hebben de 2 mm wielen gemonteerd. Helaas zijn er maar 2 banden binnengekomen. Ik dacht straks 4. Dus we moeten nog even wachten op die extra brede achterbanden. En dan hoop ik toch deze week nog het resultaat te kunnen laten zien. Dit was jouw weer Rijdkick op de Week, aflevering 144.1. Vergeet niet morgen te kijken naar 144.2. Jawel, 2 afleveringen niet vergeten. Morgen om 5 uur komt 144.2 online. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vergeet zeker niet te abonneren. Duimpje omhoog als je het mooi vindt. En onder dit filmpje kun je op het knopje abonneren drukken en belletje aan. Dan blijf je automatisch op de hoogte van al onze activiteiten. Ik zie jullie graag morgen terug voor 144.2.